De wijk Woensel-West is een impulswijk en heeft in Eindhoven een slechte naam. Dat blijkt niet alleen door voortdurend negatieve publiciteit. Voorbijgangers in het centrum van Eindhoven hebben dan ook snel een mening als het gaat om Woensel-West. Aan een wijk waar mensen wonen met lage inkomens, veel buitenlanders, prostitutie. Gewoon even kijken wat er allemaal woont en zo allemaal. En ja, kamp en tuig en al vechten en zo. En al ruzie maken en zoiets allemaal. En... Oh, aan de horen. Ja. Ja, nog iets? Nee, dat bedoel ik. Gelukkig zijn er, als je doorvraagt, ook andere opvattingen te horen. Mijn god, is overal. Ja, dus ook in de Edisonbuurt. Dus ook in de Edisonbuurt. Goed wonen, mooi huis, een groter huis als wat we nu hebben. Alleen het verbouwde heel erg. Welke straat woon je? Kamerlingenstraat. Woensel-West is in ieder geval een veelzijdige, dynamische en ook een oude wijk, waar je de verbondenheid met Philips nog in bijna iedere straat kunt voelen. Ja, Woensel-West is een oude buurt, wat inhoudt dat er oude huizen staan, dus de huren zijn redelijk laag. Dat houdt in dat er veel mensen met minima komen trekken hier naar de wijk toe. Dus je krijgt echt een verzameling van mensen die een beetje allemaal in dezelfde soort situatie zitten. Nou, dat geeft binding. Buiten dat is de wijk ook afgesloten. Het is een blokje, het is echt een vierkantje, zeg maar, waar je toch wel geborgen voelt binnen dat vierkantje. Woensel-West is een prachtige wijk met ook nieuwbouw, prachtige tuinen en veel groen. Met straten waar je nog lekker kunt spelen. Met kleine bedrijfjes en een groot aantal buitenlandse winkeltjes waar je lekkere dingen kunt kopen. En vooral met allerlei soorten bewoners, zoals studenten, mensen die werken of niet werken, en mensen die afkomstig zijn uit andere landen en andere culturen. Van oudsher kent de wijk een aantal problemen. Ook in het verleden was de werkloosheid extreem hoog. Al in de jaren 80 werden er projecten georganiseerd om inwoners van de wijk meer kans te geven op betaald werk, waarbij tegelijk een aantal huizen werd gerenoveerd. Woensel-West wordt rond 1920 gebouwd als de verschillende Philipsbedrijven enorm uitbreiden en op zoek gaan naar nieuwe arbeidskrachten die goed gehuisvest moeten worden. Goede huisvesting past helemaal in de bedrijfscultuur van die tijd. Ook bij Philips, dat mensen graag aan zich bindt met goede sociale voorzieningen. Een deel van de huizen wordt eigendom van Philips en Anton Philips zelf bemoeit zich intensief met de totstandkoming van de nieuwe wijk. De nieuwe mensen worden vooral geworven in Drenthe, waar het veen opraakt en de omstandigheden vaak slecht zijn. Zij vestigen zich niet alleen in de wijk het Drents dorp, maar bijvoorbeeld ook in Woensel-West. De Drenthe staan erom bekend dat ze hard werken. Maar als immigranten met een ander dialect en een andere cultuur hebben ze het vaak moeilijk in Eindhoven. En met een ander geloof dan het Rooms-Katholieke brengen zij de Baptistenkerk, nu aan de Marconilaan, met zich mee. Gezinnen met 5 dochters die dan aan de lampenmachines moesten gaan werken bij Philips. Die kregen vrije overtocht. Ze kregen hier een prachtig huis met een wc binnenshuis, een grote tuin enzovoort. En die moesten bij Philips gaan werken. En Philips die zat te springen om die fijne vrouwenhandjes, om die aan de lampencarousel te gaan zitten, om daar die lampen te gaan maken. Als je nu op de Emmensingel kijkt, dan zie je daar een beeld van de lampenmakertjes, maakstertje. En dat zou een beeld kunnen zijn van mijn moeder, want die heeft daar aan de lampenmachine gezeten.
Anton Philips die werd er toch een beetje te veel. Dus die riep al die Drentenaren tezamen in de Gagelstraat. En die vermaande hun en zei tegen hun, als jullie niet aanpassen, dan stuur ik jullie allemaal weer terug. Dus ja, we zeggen tegenwoordig wel eens wat over de andere islam, islamieten enzovoort, dat die wat een clanvorming hebben. Maar ik weet van mijn schoonouders, dat waren Friezen. En die hadden ook een toneelvereniging, de Friese Krieten. Ze hadden de eigen Friese kruidenier. Dus eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Verschillende bewoners kunnen zich de beginjaren van de wijk nog goed herinneren. Deze wijk hebben we zien opbouwen, ja. Alleen, ik heb er niet meer veel van erin, want ik was 2 jaar toen ik hier kwam wonen. Maar hier tegenover die huizen, dat weet ik allemaal nog wel. Vroeger was, nou, dat was één en al weiland hier tegenover. En wij als kinderen, wij gingen daar van die hutten bouwen. Die gaten in de grond, hè, en de tas erover, zand. En dan gingen we daar zo naar te wonen. Hè. En dat was allemaal... Nou, allemaal weilanden, stonden koeien en paarden tot de Bosdijk toe, konden zo wegkijken daar. Dat, ik weet niet precies van welk jaar dat deze huizen waren, maar in ieder geval denk ik toch van voor 1930 dat deze huizen al reeds een badkamer hadden. Terwijl de meeste huizen in heel Eindhoven, ik denk toch wel 80-90% dat die maar 1 kraan in het huis hadden, hadden deze huizen al een badkamer. Dat was eigenlijk echt iets aparts. Het waren leuke huisjes voor een paar man. Maar ja, tegenover ons wonen de rijke huizen waar ik nu in woon. Ja? En dan mogen wij als kinderen zijn er niet spelen. Waarom niet? Omdat dat wel gestelde mensen waren die bij Philips op dat lab zaten en dergelijke. We bemoeiden ons alleen met deze wijk. Wij kwamen niet aan de overkant van de Edisonstraat. Er was een onzichtbare muur. Wij hadden een spel, puttentikkertje. Vraag me niet hoe de spelregels zijn, maar dat deden wij. Dat werd in geen één andere wijk werd dat gespeeld, maar dat werd alleen hier gespeeld. Alleen met de kinderen uit deze buurt. In de oorlog brengt het leven in Woenselwest risico's met zich mee. De Philipsbedrijven zijn een belangrijk doelwit voor eerst geallieerden en later na de bevrijding Duitse bommenwerpers. Het komt dan ook een aantal keren voor dat huizen in de wijk per ongeluk worden gebombardeerd. Dus als het alarm ging, dan vloog iedereen naar de schuilkelders. En dat bracht eigenlijk een soort saamhorigheid tot stand. In 1942 was het in mijn ogen een enorm bombardement. Toen heeft, dat was op 6 december, de dag van Sinterklaas, zal ik maar zeggen. Toen om 12:30, toen was het raak. En de klok die heeft ook een aantal jaren, ja, in mijn visie hoor, het kan ook korter geweest zijn, maar in mijn gedachten heeft hij een paar jaar op 12:30 geslaan. Na de oorlog volgt de wederopbouw van Nederland. De wijk wordt waar nodig herbouwd en ook Woenselwest gaat weer aan het werk. Langzaam maar zeker stijgt de levensstandaard. Philips breidt zich verder uit en verovert de wereld met tal van nieuwe producten die in Eindhoven worden uitgevonden en geproduceerd. In mijn ogen is Philips altijd een keurig net bedrijf geweest met die heel goed voor zijn personeel alles deed. Alles was geregeld. Je kon ook een beroep doen als je in problemen kwam. Eigenlijk als je bij Philips was, was je van de wieg tot het graf, zal ik maar zeggen, was je onder de pannen. Ja, alles kon geregeld worden. En tot aan, nou, 1960 werd er zeg maar 90% van onze gemeenteleden, onze kerkleden bij Philips. Dus Philips heeft heel veel betekend, niet alleen werkgelegenheid, maar ook scholing. Philips van de Willigenfonds, nou, noem maar op, hè, de avondopleidingen. Dus Philips heeft heel veel betekend, ook voor deze kerk. Ja.
Ja, het zou wel eens interessant zijn om eens te kijken van wie hebben hier nou vroeger gewoond. In Eindhoven heeft ook iemand ooit gewoond die 8 Oscars heeft gewonnen. En die ook allerlei klussen voor Philips heeft gedaan. Dat is niet ver hier vandaan geweest. Dat is net buiten de wijk weliswaar. Maar hier in deze wijk moeten toch ook een aantal zeg maar genieën of Willy Wortels hebben gezeten. Die binnen het Nat Lab een aantal werkzaamheden verricht hebben. Ik had toen net een aantal onderdelen van oud interieur en zo gesloopt in mijn huis. En dan was ik inderdaad een hele hoop koperen draadwerk tegengekomen, wat ik eigenlijk niet zo goed kon traceren. Maar dat bleken dus allemaal antennes te zijn die man door het hele huis had aangelegd. Dus ik denk dat hij van zijn werk toch ook een beetje zijn hobby had gemaakt. Ook DAF, de autofabrikant uit Eindhoven, groeit explosief. Veel mensen uit de wijk gaan werken bij DAF in Tongeren. De sfeer in die tijd is goed. Bewoners herinneren zich de jaren 50 dan ook als voornamelijk gezellig. Hoe was het? S'avonds, als wij dan mooi weer waren, dan zaten we met oude lui en dan wij buiten. En de buurvrouw, Willy van den Berg en De Wit en Jan Akkerveke. Ja. En dan lekker een bakje koffie onder elkaar. En dan waren we met een loop van de avond, dat het een beetje donker werd, ging mijn vader naar de schuur toe. En dan ging hij frikadel of kroketten bakken. Nou, en dan waren het langs met een bordje met wat te eten. Nou, zo zaten we elke avond gezellig buiten. Ja, nu nog wel. Maar vroeger was het een heel gezellige wijk hier. Hè. Vroeger, de mensen ook, die zetten de stoeltjes buiten en de taart en er werd gekaart en zo. In die tijd dat we hier kwamen wonen, deden ze nog tippelen. Er zat er geen eentje voor de raam. Er stond het overal op elke hoek van de straat zonder nog. Willy van den Berg had een Citroën en die stonden altijd bij hem voor de deur. Nou, en hadden Trace, dat was een prostituee uit Helmond. Nou, en die zat bij Willy op de motorkap. En als ze dan de klant had, ja, dan was ze even pleiten. Maar de Noor kwam weer terug. En die dronk ons ook koffie en die had ook gewoon mee. En toen al in die tijd was het zo met die prostituees. Ja. Was het nog erger als het nou is, want toen tippelden ze de Cavani-straat, de Volta-straat, Wenkenbakstraat. Toen zaten ze eigenlijk. Overal, ja. Overal. Maar gaat er geen last van? Ja, helemaal niet. Begin jaren 60 gaat het economisch zo goed dat Nederland een groot tekort heeft aan arbeidskrachten. Nederland en Eindhoven maken kennis met een nieuw verschijnsel, de gastarbeiders. Spaanse, Italiaanse, Turkse en Marokkaanse migranten zorgen ervoor dat de Nederlandse economie kan doorgroeien en dat de welvaart in ons land tot een ongekende hoogte stijgt. Hij kwam hier, hij was zo blij dat hij geselecteerd is en naar een bedrijf naar helemaal ver weg de land, naar Nederland gaan. En daar hard voor werken, goede toekomst van zijn kinderen, voor zijn gezin, voor zijn land, zeg maar, voor zijn wereld. Mijn vader is ook zo'n iemand. Heel erg wereldse mens. Hij houdt van natuur, hij houdt van mens. Hij zei van wie weet, ik wil daar blijven wonen, ik hou er wel van. En kwamen hier. Dat was eerlijk gezegd best teleurstellend voor ons, want het huis ziet er niet zo goed uit. We hadden eigenlijk Europees land. Nederland zo'n mooie huizen hebben. Mijn vader heeft ongeveer, kan ik zo lijst geven, 13, als ik niet vergis, 13 vrienden, noem ik dan oma, zijn nog niet eens 65 jaar geworden. En zijn meeste van ziekte van kanker, hartaanval en hersenspoeling gekregen. Rond 60ste jaren zijn allemaal overleden. En we hebben in de kist moeten met vliegtuig naar wegsturen naar eigen land. Voor Nederlanders lijkt het alsof de bomen tot in de hemel zullen groeien. Totdat in de jaren 70 een belangrijke crisis uitbreekt. Overal in Nederland komen mensen massaal op straat te staan. En ook Philips ziet zich genoodzaakt om mensen te ontslaan. Op dat moment is Woensel West van karakter veranderd. De wijk heeft problemen die niet kinderachtig zijn. De prostitutie, die altijd werd gedoogd, zuigt drugsverslaafden en illegale handel aan.
Mensen voelen zich niet langer veilig en trekken, als het even kan, weg naar andere wijken in de stad. En waarom? Dat werd dan niet gezegd, maar ik kon zelf onderhand wel een beetje snappen waarom mensen weggingen. Er zijn nog zat mensen die hier zijn gaan verhuizen, want kinderen mochten in deze buurt opgroeien. Vanwege de raamprostitutie. Als de vrouwen s'avonds de boodschappen gingen doen of ze waren s'avonds ergens naartoe geweest en ze kwamen thuis, werden ze onderweg aangehouden. Van een wisschat. Maar toen stonden nog gewoon overal op straat. En daar is toen veranderd. En toen zijn ze voor het raam komen te zitten. Ja, of achter het raam, net zo genoemd wilt. Nee, het was een slechte wijk. Had ook een slechte naam. Er waren heel veel drugsbanden hier. Er was criminaliteit heerste hier erg. De woonomgeving was hier slecht. Er waren geen speelgelegenheden voor kinderen. Er was letterlijk helemaal niks. Wij hebben het hier vroeger zelf in de hand gehad. Toen zat de mevrouw... Ja, ik meen Ringenberg of zoiets. Zat toen bij Philips in de woningbouw. En hadden wij afgesproken. Geen prostituees in de straat. En niet meer als aantal buitenlanders. Maar er zijn er ook bij geweest. En dan zeggen ze dan, er maken er maar zoveel procent in de straat wonen. En daar heb ik het ook met Philips over gehad. En er woonden maar zoveel procent in de straat die ingeschreven stonden. Maar dan hadden er wel woningen bij. Dat 3-4 families in zaten. Dat ze gewoon op de grond sliepen. Dat ze mannen 16-17 man in één woning. En daar zijn dingen die wij ons eigenlijk ook dikwijls aan geërgerd hebben. In de jaren die volgen nemen de problemen toe en loopt de situatie verder uit de hand, totdat ze in 2002 een absoluut hoogtepunt bereikt. Nou, dat het aantal verslaafde hoertjes die hier liepen, die kwamen hier dus in de straat lopen. Overal in de wijk begaven ze zich. Klampte de mannen aan, je had drugsdealers er rondom, zwervers had je rondom, alcoholverslaafden, van alles en nog wat. Dus op een gegeven moment waren dat er veel te veel. Toen kregen we zelfs een groep Antillianen nog die de boel terroriseerden, mensen aanvielen en lastig vielen. Dus het was een hele grote groep en toen was het echt ook onveilig in de wijk geworden. Eind 90 jaren kregen we steeds meer overlast door straatprostituees die op de straat klanten lokten, klanten afwerkten in allerlei plaatsen in de wijk. De vervuiling die daar ontstond, het aantreffen van condooms, naalden. Het was één vieze grote bende. Kinderen werden lastiggevallen op hun eigen speelterrein. Dat werd helemaal overgenomen door degene die de boel hier lastig vielen, dus door dealers en de drugsverslaafden en de verslaafde hoertjes. Het werd helemaal overgenomen. Dus je zag een hele grote overlastsituatie ontstaan in de wijk. Je zag plaatsen, je zag drugsbanden, je zag drugscafés ontstaan, want er werden vanuit cafés werd hier in de wijk ook behoorlijk gehandeld. En al met al zag je een steeds grotere groep verslaafden in de wijk die hier 24 uur per dag aanwezig was. Eind 2001 krijgt de wijk een grote kans. Minister Van Bokstel heeft plannen om gelden te investeren in een aantal impulswijken. Irene Verduin weet Woenselwest naar voren te schuiven als een wijk die bijzondere aandacht verdient. Uit dit initiatief ontstaat Woenselwest aan Zet. De wijk krijgt plotseling 1,7 miljoen euro, waarmee tal van projecten kunnen worden opgestart om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Voorwaarde is wel dat de bewoners zelf met plannen komen en er zelf voor zorgen dat de projecten goed worden uitgevoerd. Dus in het begin zijn wij allebei heel druk bezig geweest in de wijk om de mensen te stimuleren om met ideeën te komen voor projecten. Waarmee dus het geld besteed kon worden. We hebben nog op de eerste wijkdag gestaan met een foldertje van 1,7 miljoen. Dien maar een project in. Kom maar op. Maar
Dat viel toch tegen. Het liep niet storm, er stond geen file aan de deur van het stadskantoor. Dus dat was toch, dat viel eigenlijk wel tegen. Maar in 2002 gaan de eerste projecten van start. Zoals bijvoorbeeld de ICT-werkplaats, waar oude computers worden opgeknapt en voor een heel redelijke prijs beschikbaar komen voor bewoners. Er was dus eigenlijk nog een heel niet praktisch gedeelte. Want ik heb zelf wel gemerkt dat het heel makkelijk is om een idee te formuleren. Dus wat zou je graag willen doen in je wijk? Wat zou je graag willen doen in je straat? Nou, iedereen barst van de ideeën. Maar die stap van idee naar werkelijk een project opzetten en dat op de rails zetten en daar ook, dat ook tot een goed eind brengen, dat is natuurlijk de grote truc. En ik merk, de een gaat dat heel goed af. Je gaat dus eerst plannen en dan ga je dus rekenen. Je gaat offertes opvragen en dan moet je pas met het project beginnen. Dus de een doet dat heel makkelijk, want die heeft misschien via zijn werk al ervaring daarmee of is van nature al een leidinggevend persoon. Het goede van het bloembak is de samenkomst bij het uitreiken van de bloemen. Dan zijn de mensen gezamenlijk bijeen en dan komen er bepaalde problemen naar voren. En dan zeggen de mensen, zou dit niet en zou dat niet. En die problemen, die spelen wij door. Want de inloopmiddag hebben wij dus ook weer opgestart. Dan komen de problemen die in de buurt leven, die komen dan op tafel. En dan ga ik met mevrouw Rijmakers naar de Trudelbouw, naar Annemie of naar de heer van de Zanden. En dan gaan we de tafel eens bepraten of er geen oplossing voor gevonden kan worden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er dus onnoemelijk veel eenzaamheid in onze wijk voorkomt. Maar ik loop regelmatig met mijn assistentes door de wijk. En mensen die de bloembakken dus verwaarlozen, daar hebben wij dus duidelijk op papier gezet. 1 waarschuwing, 2 waarschuwingen, maar na die waarschuwing worden bakken gewoon verplaatst. Want er staan nu mensen op de wachtlijst die graag een bloembak willen hebben. Hoeveel staan er ongeveer? Er staan momenteel 48 bloembakken verspreid door de hele wijk. Wij zaten met Somalische mensen aan tafel en die hadden in hun hoofd om een soort competitie te gaan neerzetten. Samen met alle nationaliteiten die in de wijk voorkomen. Om een enorme teamsport gebeuren neer te zetten. En daarmee ook elkaar goed te leren kennen. En de kloven tussen de verschillende culturen te verkleinen. En dan zeg je natuurlijk heel erg veel. Hè? Maar in ieder geval hebben wij dat toch op een bepaalde manier tot een goed eind weten te brengen. Overigens, het einde van het voetbalproject speelde zich af in het PSV-stadion. Waar men nu nog over spreekt. Want de Turkse elftallen en de Somalische elftallen en de Antilliaanse elftallen die daar gespeeld hebben, nou, die vonden het zo fantastisch om op dat veld te mogen staan. Een groot aantal projecten is succesvol. De bewoners ondernemen allerlei activiteiten om de buurt flink onder handen te nemen. En de Turkse gemeenschap presenteert zich enthousiast. Maar in het kader van Woensel West aan Zet volgen er ook rigoureuze maatregelen. Op meerdere punten in de wijk verschijnen er camera's, waardoor drugsdealers, verslaafden en criminelen uit het straatbeeld verdwijnen. Op de kop van het Marconiplein en de Edisonstraat bouwt Trudo een heel nieuw woon- en werkcomplex om economisch en sociaal een nieuwe impuls aan de wijk te geven. De raamprostitutie wordt geconcentreerd op het Bakenlandplein. Voor de straatprostitutie wordt een speciale tippelzone ingericht aan de rand van de wijk, aan de overzijde van de spoorlijn. Waar het om gaat is dat de bewoners weer lekker wonen in Woensel West. Daarvoor is het nodig dat ze elkaar goed kennen en meer contact zoeken. Dat ze samenwerken waar het nodig is.
en weer zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste sfeer in hun straat, buurt of wijk. Bent u ook voor een leefbare wijk? De tippelzone is nog altijd omstreden. Een groot aantal bewoners protesteert dan ook heftig tegen prostitutie aan de rand van de wijk. Ik zeg, als je hier wegjaagt, dan verleg je het probleem. En mijn kinderen, ik laat mijn kinderen ook nooit buiten dit plein spelen. Feit is dat de overlast in de wijk aantoonbaar is verminderd. Maar al wat er s'nachts op straat loopt, dat zie je er nou niet meer, waar wij hier last van hadden. Want dat zit nou gelijk daar. Dus het is niet weg. Alleen door camera's, door de politie en zeer zeker door het alert zijn van de bewoners, want die moeten het aangeven wat hier loos is, hou het onder de duim. Eind 2004 kunnen we over de situatie in de wijk een eerste balans opmaken. En kunnen we ook vooruit denken en kijken naar de toekomst. De Evensonstraat en een aantal hoofdstraten daaromheen geven een hele goede structuur, een hele goede basis voor de toekomst in de wijk. En dat willen we behouden. En op onderdelen grijpen we in, daar waar het nodig is. En dat ingrijpen kan zijn dat we woningen weer in de verkoop willen krijgen. Helemaal niets doen aan een woning, dat kan ook. Kijk maar naar het gebied van domein, daar hoeven we niets te doen. Het kan ook zijn dat we in delen van de wijk gaan slopen en dat we die willen vervangen door nieuwe woningen. Ik denk wel dat we toch nog eigenlijk eens terug zouden moeten naar van nou, wat is eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling geweest van deze wijk? Wat voor plan zat hierachter? En kun je daar eigenlijk nog iets van opnieuw realiseren? En dan denk ik met name aan dat je toch met een bepaald soort harmonie hier kunt wonen. We proberen een volksbuurt die we hebben, volksbuurt. Die proberen we te behouden. En we willen organische groei, hebben we afgesproken met de gemeente en met de corporaties. Nee, ik denk als er een pand vrijkomt en je kent mensen die zeg maar heel graag op die plek beneden qua bedrijvigheid iets zouden willen beginnen en daarboven zouden willen wonen, dan kan ik me voorstellen dat je er gewoon één pand uitslapt, of twee, en dat je daar zeg maar gewoon iets nieuws creëert. Dat bedoelen we een beetje met die organische groei of die acupunctuur. Een jaar of drie geleden is er een besluit genomen door het college dat er een school terug moet komen in Woenselwest. Wat ons betreft is het vestigen van een school ook echt het meest belangrijke wat we zouden kunnen doen in het gebied, op het gebied van wijkvernieuwing. Het straalt uit, het geeft kinderen die hier in de wijk wonen weer een kans. De school zal de spil worden van allerlei faciliteiten. Het is heel makkelijk, in eerste instantie natuurlijk rond de kinderen. Daar moet alles bij elkaar komen. Maar ook van al die andere dingen die er zijn. Want het ligt heel erg voor de hand dat allerlei activiteiten voor ouderen en bijvoorbeeld jullie fantastische filmcursus, dat die op zo'n plek gehouden kan worden. Dat moet echt het centrale punt van de wijk worden. Zeker is dat de ontwikkelingen in Woenselwest door blijven gaan. Een groot aantal projecten is nog maar net in gang gezet. En op strijp S, nu nog het Philips bedrijventerrein, zullen grote veranderingen gaan plaatsvinden. Feitelijk wordt het een plek waar alles wat met muziek en cultuur te maken heeft een plek vindt. Dus je moet er voorstellen, 1 januari vindt een extreme dansparty plaats, maar ook Popeye komt er te zitten en er komen waarschijnlijk ateliers voor mensen om hun muziek te beoefenen en er komen plekken in hetzelfde gebouw trouwens ook waar je kunt wonen. Dus we zijn met Strijp S ook aan het nadenken over hoe je daar grootschalige evenementen, festivals kunt gaan organiseren. En ja, daar moeten minimaal 500.000 tot 1 miljoen mensen binnen een paar jaar gaan komen. Nou, op het moment dat er die komen en je biedt die zeg maar gewoon toch hele interessante dingen. Edisonstraat zal zich ongelooflijk goed verlenen, denk ik, als daar gewoon hele kleinschalige restaurantjes komen. Dat mensen die ook in Strijp S gaan wonen, eens een keer lekker Turks of Marokkaans of Indisch of weet ik wat zouden kunnen eten. Nou, zo'n soort sfeer, dat zie ik voor ons best wel zitten. Gelukkig zien de bewoners zelf een lekker sfeertje ook wel zitten. En ze houden ervan om een feestje te bouwen. En hebben tot slot ook allemaal zo hun eigen mening over Woenselwest. En ik denk, ik noem zeg ze straks al, ongeacht welk huis dat ik hier een mooi huis is gebouwd, blijft er altijd Woenselwest. Die naam blijven we altijd houden, daar raken we nooit meer kwijt.
noem maar op, je kan het niet bedenken, zo'n verschil in deze wijk zitten. En dat maakte wij deze wijk spannend, leuk om er te wonen. En ja, ik zelf ga met de mensen heel leuk om. Je moet gewoon van de kracht uitgaan van de buurt en daar moet je op aanhaken. Ik vind het heel fijn, prettig. En zo, wij willen daar absoluut niet meer weg. En dat is ons stukje, ons huis. Ja.